Ik sta hier samen met Lucas, de cultuurburgemeester van Roermond. En de meest lelijke kast die we konden vinden. Hoi Lucas. Hoi. Wat doe jij vandaag? Ik loop hier vandaag rond. Ik heb vanochtend, het vrije vuur samen met de burgemeester en de mensen die hem waren. De echte burgemeester. En de mensen Run for Freedom heb ik het vuur mooi aansteken vanuit de podium. Wauw, dat is best wel iets voor je Monty. 13 is. Voel jij je echt vrij op dit moment? Zeker, ja. We hebben nooit beter geweten dan een oorlog leven. Wat ik ook zei in mijn speech, ja, soms vond ik het een beetje stom uit. Nooit wil ik echt, kan ik echt zeggen wat ik eigenlijk wil zeggen. Goed, komt uiteindelijk, heb ik toch wel een boodschap overgebracht, ga ik vanuit. Ja, zeker. En we hebben eigenlijk nooit het verschil gemerkt tussen oorlog en vrede. Die stap, zeg maar, van elkaar van weer naar elkaar toe, wie is nou de baas, wat mag ik doen, wat mag ik niet doen. En wij hebben al die tijd gewoon moeten doen en laten wat we wilden. En ja, ik denk dat daarom gewoon vrijheid, als vrijheid al vanzelfsprekend is, dat je niet meer beter kunt weten, dan denk ik dat je niks beters van mensen. Dat vind ik echt een heel mooi einde. Dankjewel. Dankjewel.